Ik had niet zo heel erg veel inspiratie voor een leuk plaatje bij. En eigenlijk is dat raar, want de Ilias heeft heel veel mensen tot de verbeelding gesproken. We zitten in boek 1. Net is de Praag. Nee, net heeft Calchas zijn vraag gesteld aan Achilles ter bescherming. Achilles uit Phthia. Ik heb hier even wat helden in dit ongeïnspireerde plaatje bij elkaar gezet met waar ze vandaan komen. Nou, Achilles komt dus uit Phthia. En dan zie je dus dat het hele leger, waar Agamemnon dus de baas van is, die dat hele leger dus leidt, is samengesteld uit allerlei verschillende rijkjes, als het ware. Dus, Agamemnon zelf uit Mycene, Menelaos uit Sparta, nou, en Achilles uit Phthia. En Calchas, die gaat iets voorspellen, namelijk waarom de Grieken zo getroffen zijn door de pest. En dat heeft hij dus ook net gedaan. En dat bevalt Agamemnon helemaal niet. Dus je krijgt nu als eerste in deze passage het uitvallen van Agamemnon ten opzichte van Calchas. En de passage heb je in het Nederlands gelezen, dus die ken je als het goed is. Dan weet je dus ook gelijk waarom daar dus staat etoi ho als aanwijzend voornaamwoord wordt gebruikt. Hoos eipoon. Nou, eipoon, de allereerste thematische aoristische sfeer, dit keer in een participium nadat hij, dus dit lidwoord, gebruikt als aanwijzend voornaamwoord, zo gesproken had. Wat deed hij toen? Toen kat het ze toch, toen ging hij zitten, toen zette er zich. He, toen zette hij zich neer. Nou, kat het ze toch, hoort bij elkaar, staat hier uit elkaar, is een vorm van tmesis, omdat hier het voorvoegsel losgesneden is van het werkwoord, van de stam. Dus dat is het verschijnsel tmesis. Ging die zitten. En dan staat er iemand anders op, aniste, dat is dus een stamaoristes, voor hen, toisin, de uitgang sin bij Homerus is vaak een dativus, eigenlijk altijd, meer zeggen de uitgang sin komt in Homerus vaker voor dan gewoon de uitgang tois. Te midden van hen stond op. En dit hele vers wat nu komt is het onderwerp. Nou, en dat wordt lekker uitgesteld, namelijk Agamemnon stond op. En die wordt drie verschillende dingen genoemd, namelijk de hero's, de held, de Atreides, de Atride, de afstammeling van Atreus, de zoon, de afstammeling van Atreus. En die was ook nog een keertje Eurus. Kreion, de wijdheersende Agamemnon. Heb ik weer te maken met een epitheton. Een epitheton, een bijvoeglijke bepaling die heel typisch is voor een persoon. En hier dus gaat het om de leider aan te geven. In de inleiding staat hij als Anaxandroon. Hier staat hij als de wijdheersende Eurykreion. Dus de wijdheersende Agamemnon. En die was Achnumenos. Die was gekrenkt. En dan gaan we verder, dat er iets zich vulde. Wimplant is het volgende werkwoord. Daar heeft eigenlijk gestaan pimplanto. En die omikron is geëlideerd. Dat gebeurt wel vaker. Als er dus een woord eindigt op een klinker en het volgende woord begint met een klinker, dan valt die klinker weg. Dan zie je alleen nog maar een spiritus of een kommaatje. Zij vulden zich. Nou, nu ga ik kijken wat zich vulde. Dat is een meervoud. Phrenes wordt vaak vertaald met het hart. De harten vulden zich. En die vulden zich melainai, die vulden zich zwart. Ook in de nominativus hoort bij dat hart. Die vulden zich hard. En wel, hoe deden ze dat? Dat deden ze mega en amfi. Dus enorm en rondom. En waar vulden die zich mee? Die vulden zich met meneos, met woede. Heb ik dat in zijn geheel gedaan? Gekrenkt, het vulde zich rondom enorm met woede, totdat het zwart werd. Dus dat is een soort, ja, je kunt het bijna tekenfilmachtig voorstellen.
En dat wordt, die beschrijving gaat verder. De ossen, de ogen, en dit is een dualis vorm, dus ik vertaal de beide ogen. Eikten, dat is ook een dualis vorm. Ten, de beide ogen. Leken, hoi, is hetzelfde als autoi. Hoi, hoi is voor hem. Leken voor hem. Maar waar leken ze dan op? Leken voor hem. Hoe? Op flakkerend of op laaiend vuur. Dus even dit hoi onthouden. Als je hoi ziet, heel vaak denken autoi. Leken op flakkerend vuur. Nou, en dan spreekt hij dus Kalkas aan, Protista, als allereerste. Vos eipe wordt heel vaak zo aan het einde van zo'n vers geplaatst, omdat hij daar zo leuk in het metrumpak past. Als eerste sprak hij tot Kalkas en dan deed hij kak, dus hier is een alfa geëlideerd, rampen kijkend, letterlijk hè, met een blik op oorlog. Keek hij. Met een blik op oorlog sprak hij Kalkas aan. Nou, en wat zegt hij dan? Dan spreekt hij hem aan met een vocativus mantis. Heeft vocativus manti, voorspeller van kakoon, van slechte dingen, van rampen. En dan hoort eigenlijk een komma te staan. En eipas is een rare vorm. Eipas, je zou verwachten eipon als thematische aoristus. En dan krijg je eipes, die vorm die komt ook wel voor. Maar eipas pas komt ook vaker voor en dat is dan eigenlijk een sigmatische uitgang die dan hoort bij die thematische aoristus eipon. Jij hebt gesproken. Daar pak ik bij, oepopotte, nog nooit heb jij, dus die eipas uitgang voor mij tot kreguon gesproken, het nuttige gesproken. En dat gaat nog verder. Want ai-jij is hetzelfde als a-ai. En altijd esti zijn de kaka, de rampen. Daar heb ik al een paar hier ook rampen, kakos, wat ellendig is. Altijd zijn rampen toi voor jou dierbaar. Nou, toi, ook weer zoiets. Toi is bij Homerus vaak soi. Sla die ook ergens op. Toi is soi. Dierbaar, vresi, in het hart, had je net al, hè, frenes, het hart, dus hier in het hart om te mantaiestai, om te voorspellen. En nu krijg je een nog constructie, oete dit, oete dat, nog dit, nog dat. En nu staat eipaas in het midden, dus gesproken. Nog nooit, nog heb je ooit gesproken die Estlon, en nog heb je ooit etelessos vervuld. Hier dus wel een augustus weer. Dus heb jij vervuld. En nu even naar kijken naar dat die Estlon. Dat die, dat heeft weliswaar een accent, maar betekent hier toch een of ander edel woord. Dus ti hoort hier bij estlon en epos. Epos is een onzijdig woord. Dus daarom estlon en ti erbij. Het is to epos. Waarom heeft ti hier dan een accent? Nou, er is een typische regel in het Grieks. Als je twee eenlettergrepige woorden naar elkaar hebt, dan, en ti is daar één van, dan trekt het accent hier van die po trekt weg naar de ti. Dus dan heeft het eerste woord een accent gekregen, terwijl dat het eigenlijk niet heeft. Dus als er twee accentloze woorden na elkaar staan, dan komt dat in het Grieks niet voor. Dan krijgt een van de woorden een accent, dan in dit geval is dat T, dat trekt zo ver mogelijk naar voren. Dus op T, maar dat betekent dan toch een of ander. En hier kun je hem ook niet als vragend voornaamwoord pakken, omdat je geen vraag hebt. Dus een of ander edel woord. En dan heb je de eerste 7 versen van deze passage gehad. Onthoud dus, toi is soi,
En hoi, wat vaak voorkomt, is autoi. En dan gaan we binnenkort daar weer mee verder.